is een koppel van twee. Wauw, de poten heeft hij uit. Wacht even, ik blijf hier even staan. Dit is wel mooi, want kijk, het zijn er twee. Ja, het is even in de gaten houden. Het kan zijn dat hier op het veld muizen rondlopen. Nou komt hij weer, kijk dan. Jammer dat ik hem niet heel scherp in beeld kan krijgen, want hij zit behoorlijk hoog. Maar ik denk dat hij zo in de aanval gaat. Ja, hij gaat naar beneden. Hij komt naar beneden. Even kijken, wat ziet hij? Het kan zijn dat hij zo dadelijk een muis gaat pakken. Hij zit hier pal boven. Ik hoop dat hij zo een stuk... Oeh, die andere is heel hoog gegaan. Die zie je bijna niet meer. Kijk dan hoe hoog die zit. Even kijken wat ze aan doen. Oeh, dat is... Wow, ze zijn heel ver uit elkaar nou. Die ene is daar. En die is helemaal daarachteraan. Ik ga eens eventjes kijken wat die gaat doen. Er staan wel koeien op het veld. Even kijken wat die gaat doen. Hij gaat afbuigen. En dan komt hij... Ah, hij komt weer terug. Maar hij is op grote hoogte is die gegaan. Ik weet niet of de camera hem nog kan pakken. Nee. Dan zou ik moeten wachten totdat hij dichterbij gaat komen. Ik zie die ander ook niet meer. Nee. Maar het geluid is nog wel heel goed te horen. Waar blijft die andere? Hé, hey, dat is vreemd. Hij gaat steeds hoger. Ik heb een film gezien, ergens op YouTube. Daar waren twee merels volgens mij, die zaten zo op het veld en er was ongeveer daar was een boerenschuur. En één merel vloog weg en die andere kwam een soort grijpvogel, die pakte hem. Maar die pakte zo hard dat hij echt, hier knalde die over zichzelf heen en toen knalde die echt met volle kracht tegen die boerenschuur aan. Met allemaal veren en zo, maar hij bleef die prooi pakken zeg maar. Dus die keiharde knal maakte hem helemaal niets uit. Oh, wat is dat, boerenzwaluwen zijn hier ook. Oh, wacht, kijk, daar heb je boerderijtjes. Maar nu zit hij weer hierboven. Hij is iets van plan, zeg maar. Maar wat? Ik zal eens eventjes naar de overkant van de weg gaan. Dat ik dit gedeelte in de gaten kan houden. Ja, kijk, hij heeft een heel groot veld. Even, oeh, hij zit hier recht boven de hoogspanningsmast. Ah, jammer. Hij gaat steeds uit beeld. Kijk hoe hoog die hoogspanningsmast is. Maar hij blijft hier steeds in de buurt zitten. Nou zit hij weer daar. Maar waarom blijft hij op die grote hoogte zitten? Dat snap ik niet.
Zou die vanaf die hoogte die muizen zo goed kunnen zien? Ik heb wel eens gehoord dat ze vanaf kilometers afstand gewoon een krant kunnen lezen, hè? Die kleine lettertjes. Ah, kijk, nou is die weer daarboven. Even kijken wat hij gaat doen. Ja. Nee, hij wordt onscherp. Nou is die weer weg achter die boom. Het zou me niks verbazen dat hij zo dadelijk in één keer pats hier iets pakt. Dat hij met hele grote snelheid naar beneden gaat. Kijk, nu is hij weer daar. Kijken. Het kan zijn dat de camera wat last heeft van dat 150.000 volt hier. Want hij gaat hem op de een of andere manier niet scherp stellen. Ik weet wel, als je met een metaaldetector onder zo'n ding aan het zoeken bent, dat dat ding helemaal plat gaat. En ook bij schrikdraad. Daar moet ik er wel bij zeggen. Even kijken, hij is... Waar is die nu? Nu is die weer helemaal daarheen gegaan. Wauw, die leggen kilometers af. Kijk dan, van eerst helemaal erachteraan. Wauw, dit is echt vet. Wacht even, ik ga nog een poging wagen. Ik heb ook al het idee waarom die steeds onscherp blijft. Het is heel heilig weer. Ja, dat gaat hem dus niet worden. Helaas. Ik heb het geprobeerd. Maar je ziet het, ook op het land is alles helemaal uitgedroogd. Oké, daar komt hij. Oeh, dat was heel snel. Oeh, nou is hij dichtbij. Even kijken wat hij gaat doen. Dit is wel... Ja, hij gaat naar beneden. Oeh, die zwaluwen die schrikken er ook al van. Even kijken of er geen verkeer aankomt. Nee. Even kijken. Kijk, nou zit hij hier.